Het is 2 mei, de nationale dag van de chaos, en dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Wolfers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Zoals ik al zei in de intro, het is vandaag de nationale dag van de chaos. Deze dag bestaat natuurlijk niet echt. Ik wil 3 dingen met je delen. Overleggen in de zorg, een verhuizing, allerlei shit nog rondomheen. Eerst is overleggen in de zorg. Ik zou vandaag een afstemming hebben met mijn psycholoog en mijn thuisbegeleider. Vanwege de stress ben ik niet naar dat overleg gegaan. Ik denk, ik doe dat telefonisch. Ik doe ontzettend veel overleg telefonisch, ook voor de projecten waarin ik betrokken ben. Dus ik denk, gaat heel erg goed lukken. Het is alleen maar een afstemmingsoverleg waarin we zeggen, nou, we gaan weer 6 weken door. Nou, het bleek echt heel erg lastig te zijn dat ik daar niet was, want er moesten allerlei dingen besproken worden en er moest toch wel face-to-face, moest toch wel gekeken worden of we wel op deze manier door konden gaan. Ik denk, ja, ik vind het nu goed gaan. Laten we niks erin gaan veranderen. Dit is gewoon een ingewikkeld proces. Maar dan moet er weer geëvalueerd, afgestemd en gepraat worden. Ik zeg, moet je luisteren? 3 mensen zouden bij elkaar zitten die 75 euro per uur kosten. Ik ga mijn begeleidingstijd daar niet aan verspillen. Uiteindelijk hebben hun weer gewonnen en is er volgende week vrijdag toch weer een afstemmingsoverleg, waardoor er weer begeleidingstijd verloren gaat. Ik word er soms echt helemaal flauw van. En dan nog de verhuizing. Heel veel mensen dachten vanuit de vlogs dat ik afgelopen weekend zou verhuizen. Andere mensen die dachten weer dat ik de 15e pas zou gaan verhuizen. Ik ga komende weekend verhuizen en ik was in de veronderstelling dat al mijn meubels over zou nemen, waardoor ik echt alleen maar persoonlijke spullen hoefde mee te nemen. En dat was ook een stuk makkelijker, want dan hoef ik geen aanhang, geen mensen in. Ik denk, nou, ben ik daarna vrij om een nieuw leven te starten en hoe ik dat ook wil gaan doen, dan kan ik even gewoon even de boel laten. Maar die spullen worden niet overgenomen. En dat hoorde ik gisteravond. Want nu moet ik dus een busje mensen opslag gaan regelen voor die spullen. Want ik ga naar een kamertje toe. Een hele hoop ellende. Dus ja, dat moet ik straks gaan doen. En ik moet het gaan doen. Ga doen, Gijs! Je hoofd. Dikke chaos. Hoe gaan we dit doen? It's all in my head. En er was nog een derde ding. Heel veel gedoe er rondomheen. De opvoeding van mijn zoontje is ook niet altijd even makkelijk. Voor degene die ik nog niet verteld heb, hij heeft ook autisme. Is daarnaast gewoon een kind wat opgroeit. Dus het is daarin ook wel een bijzondere uitdaging. En mensen zeggen dan, Gijs, ik zie dat helemaal niet aan jou, want je kunt het goed vertellen en zo. Ja, maar hier zit de stress en in mijn hoofd. En dan heb ik mijn neus weer kapot geschoren met scheren. Voor mij altijd een graadmeter. Mensen die mij kennen, die weten er al een beetje. Weet je, wat mij nou vast nu is? Zoeken naar leuke dingen. Ik ben heel erg bezig met campers, vrijheid, met nieuwe mogelijkheden zoeken. Maar ik weet, ik moet eerst een hele hoop zooi opruimen. Wat bizarre is, ik ga voor die camera zitten en dan heb ik nog een gevoel van, oh, ik ga het jullie uitleggen. Dan komt de leraar toch weer boven. Maar die leraar voelt zich wel een beetje shit.